Desiré Bouterse, president en ex-legerleider, is vandaag voor de krijgsraad verschenen. Hiermee is het verzet dat hij heeft aangetekend tegen het besluit van de krijgsraad van 29 november 2019 officieel begonnen. Meester Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden van de 8 decembermoorden, legt uit dat vanaf 31 maart de zaak inhoudelijk opnieuw behandeld zal worden. De advocaat zegt dat velen denken dat het opnieuw behandelen weer 12 jaar gaat duren. Esset gelooft echter dat het afronden van deze zaak een kwestie zal zijn van een aantal maanden. Heel veel getuigen zijn al gehoord. En die getuigen hoeven niet opnieuw gehoord te worden. Er zijn rapporten overgelegd van deskundigen. Die hoeven niet opnieuw geschreven te worden. Dus wat ons betreft kan het allemaal toch wel vrij vlot gaan. Maar we moeten rekening houden dat het toch wel een aantal maanden kan duren. Op zichzelf is dat nou eenmaal de gang van zaken in een rechtsstaat. En dat respecteren we. En we kijken dus de komende ontwikkelingen af. We wachten de komende ontwikkelingen af. We zijn positief gestemd over het feit dat de verdachte in persoon is verschenen. Dat betekent op de eerste plaats dat hij de bevoegdheid van de krijgsraad om over hem te oordelen, dat hij dat erkent. Dat is positief. Verder moet ik ook zeggen, zowel in de rechtszaal is het ordelijk toegegaan, maar ook buiten de rechtszaal, alhoewel het er een mensenmassa op de been was die hem heeft ondersteund, is ook dat, wat mij betreft, op een heel ordelijke manier gegaan. En ja, kunnen we alleen maar positief kijken naar de ontwikkeling vandaag. Esset zegt dat er vandaag toch een negatief punt was tijdens de rechtszitting. Hij vindt namelijk dat de veroordeelde Bouterse het presidentschap heeft meegesleept in de rechtszaal. Hij had afstand moeten doen voor deze uren van zijn presidentschap, van het feit dat hij het ambt van president bekleedt. En daardoor zou het niet nodig zijn geweest om het ambt van president, het instituut zoals sommigen zeggen, de stoel van president zoals sommigen zeggen, heeft hij met zich meegesleept in de rechtszaal. En dat is niet, wat mij betreft, niet positief, omdat daarmee het ambt van president natuurlijk besmeurd en beschaamd wordt. Maar goed, dat is voor de verantwoordelijkheid van de persoon die dat heeft gedaan. Wat het juridisch gedeelte betreft, zijn wij tevreden. Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden van de 8 decembermoorden. Hij benadrukt dat het opnieuw behandelen van de 8 december strafzaak sneller afgerond zal zijn dan de vorige keer.